Kijk. Nou, ik heb al wel spulletjes klaargelegd. Ik zal even die kant wat opnemen, want ik zie wel dat ik een beetje te veel naar rechts zit. Dus een beetje naar links toe schuiven. Had graag meegekeken, maar ga nu zelf aan de hobby. Ja, precies dat. Ja, ja, dat had ik al begrepen, Mario. Ja, dat is jouw vrijdagavondje, zo is het. Maar terugkijken kan altijd. Weer wat beter. Hoi Anita, weer wat beter. Is dat aan mij bedoeld? Weer wat beter? Ik weet niet of dat aan mij bedoeld is, weer wat beter. Ja, ik had het natuurlijk wel wat in mijn rug. Beeld loopt hier gewoon mee, ja. Ik kijk heel eventjes mee hoor, ik weet eventjes niet, een beetje helemaal, oh. Ja, ja, nee, ik weet al, ja. Leuk dat je er weer bent, dankjewel, leuk. Ja, nou, ik heb wat spulletjes klaargelegd, zodat jullie zien. Ik wil een inspiratievoorbeeld maken met het thema herfst, hè? Want bij ons loopt er een bingo en bingo kaart 2 is op dit moment aan de gang. En ik geloof dat er maandag komt er weer een nieuwe bingo kaart. De bingo kaart 3, maar deze loopt ook nog. Dus ik heb wat de spulletjes klaargelegd. Ik heb de kalender klaargelegd zoals jullie zien. Die doe ik eventjes aan de kant. Leggen. En de gelpress heb ik klaargelegd. En de plaatjes van Kraft de Klok heb ik klaargelegd. Die heb ik trouwens al volop geknipt. Ik heb zo'n doosje ervoor. Een doosje. En daar heb ik allemaal knipwerkjes in gestopt. Het was wanneer? Een tijdje terug. Een paar weken terug was het zo lekker weer nog. Toen heb ik lekker buiten gezeten. Dus lekker aan het knippen geweest. En deze, trouwens, ik heb hem niet erbij staan. Maar dat is zo'n bak. Dat is zo'n hele handige bak. En daar zitten weer bakjes in. En dan kun je het zo, zeg maar, bewaren. Hij is ideaal. En dan kun je knipwerkjes in doen. Of iets anders. Zoals mijn gedroogde kleine elementjes. Die kunnen er ook gewoon goed in bewaren. Ik vind hem in ieder geval super handig. Hier heb ik nog een doosje met allemaal knipplaatjes in zitten. Ideaal. Maar deze gebruik ik nu. Rammel de rammel. Ja, goedenavond allemaal die nog gezellig erbij komen. Hartstikke gezellig. Leuk. En ik heb de gelpress en nog een masstencil en de stempeltjes van alles klaargelegd. Ik heb al wat afdrukjes gemaakt om uit te proberen. Afdrukjes gemaakt om het uit te proberen. En de gelpress is A4 formaat ongeveer wat ik hier heb. Oh, ik heb hem wel heel goed dicht gedaan. Ik dacht dat hij gewoon los zat. Dus die zit in plastic verpakt, hè? Maar ik doe hem in papier. Waarom doe ik dit in papier? Als ik hem in plastic bewaar, dat kun je hier ook al wel een beetje zien, dan krijg je van die luchtbelletjes eronder. En op een of andere manier krijg je die luchtbelletjes ook hier op je plate, zeg maar. Dus als je dat met papier doet, dan gaat er ook nog van restjes verf af. En je hebt die bubbeltjes er niet op zitten. Ja, die dozen zijn geweldig. Ik heb er eentje. Ja, ja, ik vind ze ook geweldig. Misschien blijf ik toch niet bij één zo'n doos, of wie weet. Dus daarom, kijk, nou heb ik helemaal geen bultjes of bobbeltjes erop zitten. Hij is wel verkleurd, omdat ik hem dus een aantal keren, omdat ik hem toch best wel gebruikt heb. Ja, daarom bewaar ik het in papier. Ja, die kan
aan de kant. Deze dan. Spoelen met de plastic. Nou, die gelpres, dat is deze. Die heb ik dan. En ik gebruik hiervoor watercolorpapier. En ik neem, ja, ik heb de Crealize, nog 350 gram. Maar 300 gram is ook goed, toch? Maar deze, die had ik nog. Dus eerst het oude opmaken wat je hebt, toch? Nou, die heb ik gesneden tot een vrij breed dingetje. Hoe heet het? Lichter dat je het neemt, hoe meer dat eigenlijk gaat opkrullen. Ja, gewoon simpel printpapier. Gewoon het goedkoopste papier wat je kan vinden. Er hoeft niks speciaals te zijn. Gewoon simpel papier. En daar bewaar ik hem mee. Tussen, ja. Even kijken wat jullie nog meer zeggen. Ja. Inderdaad. Even kijken hoor. Doorschijnende doosjes. Ja, zijn echt handig die doosjes. Oké, dus dat heb ik gepakt. Ik leg dan gewoon, hop, eventjes zo voor me. Ik ga dus, is mijn bedoeling om dit soort achtergrondjes te gaan maken. Dan heb ik, als ik het afdruk eerst, dan krijg je dit. Die heb ik ook nog. Dus ik ga laten zien hoe ik dit doe. Het zal allemaal wel heel anders uitpakken. Geen één enkel is dezelfde. Kijk, want deze is weer anders dan deze. Dus het gaat er iedere keer anders uitzien. Maar net wat voor kleur verf op, ja, op waar de kleur verf zit, zeg maar. Dus dat ga ik proberen na te bootsen. Ik heb al een aantal proefdingetjes gedraaid. Dus... we gaan het zien of het gaat lukken. En anders heb ik hier altijd nog de spultjes waar ik mee verder kan. Nou, ik heb verschillende kleurtjes. Ik heb de nummer 11, dat is de licht oranje. Daar heb ik een plasticje omheen zitten met een stiekje, want mijn dop die is losgegaan. En ik heb de nummer 13, dat is amber. En ik heb nummer 97, dat is de klassieke eik. Ja, goedenavond allemaal nog die gezellig binnenkomen. Leuk dat jullie komen kijken. Dus dat. En ik heb groen. Ik heb twee soorten groen. De 8012 en de 8018. En dat is de premium. En dit is dan de hybride acrylverf. Ik neem niet de donkerste, ik neem de lichtste. En ik heb de witte, die heb je op het laatst nodig. Dat zal ik laten zien, waarom zal ik dadelijk nog uitleggen. Ja, dankjewel, mooie achtergronden. Ja, nou, dat doe ik met de mastencil. Die heb ik dus ook nodig van Craftimotion. Volgens mij is die van vorig jaar. Maar ik kwam hem nog tegen in de winkel. Ik dacht, ja, dat vind ik toch wel heel leuk. Dus die gebruik ik erbij. De Craftimotion is de spinnenweb. Nou, staat allemaal in mijn lijstje van de gelinkte producten. Dat lijstje staat er al, alleen kon de link niet gelijk erin krijgen. Er is wel aanpassing geweest volgens mij in de, ja, op Facebook live gaan. Dus daar moet ik er straks nog eventjes erbij zetten. Maar die ga ik erbij gebruiken. Hij is bij mij nou op dit moment niet zo schoon. Als je hem de biotex doet, zeg maar, een dagje laat staan, dan krijg je hem vrij aardig schoon gepoetst. Want het zijn natuurlijk hele... dunne dingetjes en ja, ik ben bang dat hij helemaal kapot gaat, maar als je dan in de biotex zet, een achtje, nou dan gaat het best goed komen. En een beetje vuil vind ik niet erg. Even kijken, ik pak er nog eventjes mijn spateltje bij, tot ik, ja, de cadens. Altijd even goed schudden, anders heb je zo'n laagje bovenin zitten. Eerst goed schudden. Deze ook, even de dop vasthouden, anders vliegt er alles uit. Dus daar beginnen we mee. Schudden van de cadens. Deze, de premium, die hoef je niet echt te schudden. Nou, dan doe ik gewoon hele kleine dotjes erop. Op mijn plate, niet te veel. Dan krijg je zo'n dikke plakkaat erop. Kleine dotjes, dat doe je gewoon eventjes her en der een beetje op. Hier komt dan veel uit.
Dus dan doe ik heel eentje minder en dan doe ik gewoon eventjes met mijn spatel wat verspreiden. Eventjes een wilde doekje erbij. Zodat ik het toch niet allemaal kan mengen, nu nog niet tenminste. En even kijken, welke had ik nou nog niet gehad? De oranje kleur nog niet. Die doe ik er ook nog bij. Een hele kleine beetjes erop. Ja, dankjewel Bettina. Ja, dankjewel voor de link er alvast in te zetten. Heel fijn. Daar een dotje en daar een dotje. Zomaar dotje. Ik probeer maar mee te lezen. Maar als het me niet lukt, misschien kunnen jullie elkaar eventueel helpen. Anders lees ik het straks sowieso nog eventjes. Oké, dus. En dan ga ik nu uitrollen. Even een papier, een uitrolpapier. Dat is ook gewoon simpel papier er langs leggen, zodat ik het daar weer wat af kan rollen. Je kunt het ook gewoon, je kunt ook waterkoolpapier nemen, want je kunt het eventueel je uitrol ook weer gebruiken. Dat kan. Maar ik heb zoveel afdrukjes al gemaakt dat ik nou wel genoeg uitrolmateriaal heb. Maar dat kan allemaal, hè? Eens even kijken. Nou, ik heb een niet zo'n grote strook nodig. Nou, hierop leg ik. Heb ik genoeg dan, zeg maar? Nee, nog een beetje erbij, zie ik nu. Heel klein beetje erbij. Nog een beetje nog. Beter iets erbij dan eraf, hè? Dat kan beter andersom altijd. Een beetje groen. Een klein beetje erbij. Nou, dan iets weer rollen. Even afrollen. Niet te dik. En geen strepen. Niet te veel. Nou, dat is niet zo erg in dit geval. En dan leg ik mijn, mijn mastdeksel erop. En dan kun je dus ervoor kiezen. Dan heb je een extra afdruk. Voor waterkoolpapier te nemen. En dan heb je dus deze afdruk. Dan krijg je dit. Maar ik heb er zoveel, zoals ik zeg. Dus ik doe het eigenlijk gewoon op simpel. Hoe noem je dat? Op stencil. Kopieerpapier. Gewoon simpel papier. Daar haal ik het er eventjes mee af. Deze laag, maar die kun je dus ook weer gebruiken voor een creatie. Die haal ik eraf. Kijken of het er genoeg af is. Ja. En dan heb je al zoiets. Nou, dan heb je al een hele leuke afdruk om te gebruiken. Maar dat ga ik nu niet gebruiken, want ik wil dat andere gebruiken. Kijk, dan heb je dit al. Die leg ik aan de kant. En dan haal ik deze eraf. En daar zit er mijn spinnenweb nog op. Even mijn stencil innen. Ik gooi nu eerst even mijn maatstencil in de waterbak. Want ik ga dat nou niet schoonmaken. Nou, zorg dat dit droog wordt. Dat het dus gewoon lekker droog. Mag best helemaal droog worden. Dat geeft helemaal niks. Want we gaan dadelijk met witte verf eroverheen, zodat we weer activeren en dan kan ik er afhalen. Als ik hem nu erop leg, dan komt er eigenlijk maar de helft ermee af. Maar het moet wel eventjes droog zijn en mijn rommel moet ook een beetje schoner zijn. Dus dan kan ik ook wel eventjes tussendoor eraf poetsen. Een beetje met een snoetenpoetser. Of hoe heet, een billendoekje. Met een billendoekje. Ook niet met de hand in de verf. Zorg dat je oude kleren aan hebt. Of niet van die wijde mouwen van tegenwoordig. Dat is allemaal in, hè. Van die groot brede mouwen. Nou, ik hing er dus mee in. In mijn werkje. Maar ik zag het gelukkig op tijd. Dus ik kon het nog van mijn vest afhalen. Nou. Even kijken, nou volgens mij is het al droog. Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Dus dan doe ik nu de witte verf overheen. Gewoon de premium, dat is ook heel gewoon goed. Oh, ik had hem niet op zijn kop gezet, want hij is weer leeg.
Dat kan je dus ook aan de zijkant doen trouwens, om uit te rollen. Dan heb ik het er meteen op gedaan. Dat is ook goed, denk ik. Normaal doe ik het op mijn craftsheet. En dan rol ik het daar. Nou ben ik bang dat ik iets te veel heb. Normaal doe ik het dus op mijn craftsheet. En dan breng ik vanuit mijn craftsheet, rol ik het daar. En dan breng ik het op mijn werk. Maar ik denk dat dit ook wel goed komt. En dan leg ik het papier erop. En dan pak ik nog een nieuwe. Dat hoeft niet, maar omdat ik een grote gelpres genomen heb. Eventjes goed aandrukken. Een paar keer goed overheen wrijven. En dan hoop ik dat ik dus zoiets ga krijgen. Ja, zo te zien wel. Ja, kijk, en dan krijg je hem helemaal ermee af. En dan heb je dit als resultaat. En dat is iets wat ik wil. Alleen dit kan dan nog eventueel afsnijden. Eventueel, of niet. Bij mij loopt de chat niet door. Oh, ik zie hier eigenlijk... Hier zie ik niks bijzonders. Misschien een keer verversen. Ja, je weet het niet. Hè? Het is al heel de week dat ik allemaal dat soort dingen zie. Nou, nog een keer met papier erover, zodat er alles goed af is. En anders kan je het ook gewoon nog eventjes mee in een billendoekje schoonmaken. Nee, het is al te droog. Nou, dan kan je het gewoon met een billendoekje schoon krijgen. Ik doe hem eventjes schoonmaken, want dan vind ik dat ook weer zo zonde om vast te laten koeken. Maar zo krijg je dus met de witte acrylverf, activeer je hem weer. En dan krijg je dat afdrukje eraf. Ja, er werd even gewoon iets gezegd. Ja, dat kan ook. Ja, want dan zie ik ook heel de tijd, dan is het ook net alsof het vastloopt. Ja, dan kijkt heel de tijd dezelfde. Dan krijg je een melding van die kijkt, die kijkt, die kijkt, die kijkt. Ja, dus nou, de jelly plate gaat opzij, dus... Kijk, en zo zie je dat ieder afdrukje weer anders is. Deze die heb ik gemaakt, en ik heb dan deze gemaakt. Al die afdrukjes zijn steeds weer anders. Nou, ik moet heel eventjes mijn craftsheet een beetje schoon maken. Heel eventjes een heel klein beetje van een rollertje af. Een bree. Nou, deze kunnen in ieder geval opzij. Dus dit was mijn opzet als eerste. Zo zie je dat je dus drie, ja, hier, deze heb ik al bewerkt. Drie totaal hele verschillende dingen creëer. Dat randje, moet ik even kijken. Ik denk dat die er heel eventjes afsnijden. Ik moet heel even mijn snijapparaat pakken. Dan maak ik hem gewoon eventjes een beetje smaller. Dat kan ook, hè. Gewoon nemen wat mooi is. Heel even wat smaller maken. Ja. Dan doe ik hier ook een beetje vanaf. En deze die ga ik... verwerk hieronder. Ja, doe ik dat wel of niet eraf? Ja, ik denk dat ik dit gewoon laat zitten. Ja. Zo, daar ben ik weer. In de papierbak. Deze, hè, die had ik gemaakt. Nou, dan wil ik nog een beetje een kleurtje bij aangeven. Want dat heb ik hier ook gedaan. Dat het een kleurtje bij komt. En bij deze heb ik dat ook al gedaan. En ik wil dat ook een beetje vervagen aan de kant. Dus dat ga ik eerst nog allemaal doen. Dus die laat ik even hier. En die even hier. Dus dan heb ik deze kleur nodig. En ik heb daarvoor de, volgens mij, de amberkleur. Ja, nou, die doe ik even op mijn craftsheet. Een heel klein beetje erop. En de witte, die doe ik ook.
Want het kan best zijn dat ik het wat ga mennen. Daar ga ik sowieso trouwens. Want dit is net een wat te harde kleur. Dus dan pak ik even de wit bij op. Die meng ik er doorheen. En dan pak ik toch weer een stukje keukenrol. Kan ook. En dan even kijken, niet te veel. Heel dunnetjes. Ga ik er overheen. Eerst de zijkanten. En daarna kan ik hem helemaal eventjes pakken. Zodat het witte er wat uitgaat. En hier heb ik alweer een beetje te veel. Maar ik wil het witte uit het papier. En dan doe ik op deze manier een beetje aan mijn roller. Een beetje afvegen weer. En probeer eerst aan de zijkanten. Zodat je weet van nou, er zit niet al te veel aan. En dan ga je over heel je werk heen. Nog een keer een beetje mengen met die twee. Even kijken wat het doet. Gaan we eerst over de zijkant. En daarna kun je het geheel pakken. Op die manier heb ik mijn werk opgebouwd. Heel voorzichtig. Van steeds lichter naar wat donkerder. Want ja, ik wil dan natuurlijk wel het web nog heel goed in beeld hebben. Maar ik wil de zijkanten iets meer vervagen dan de binnenkant. Nou, dat heb ik op deze manier gedaan. Er zijn natuurlijk ook andere manieren, maar ik kwam daar gewoon spelenderwijs. Kwam ik daarachter van, hey, dat is leuk. Nou, zoiets. Zoiets had ik al bedacht. En dan wil ik dit nog een beetje afzwakken, dus vervagen. Dus deze kleur die kan weg. Gewoon in een droge doek even je kraftsheet met een droge keukenrol. Even de kraftsheet weer wat schoonmaken. En ik wil deze ook een beetje schoner hebben. Oh ja, de witte had ik nodig. Nou, deze kleurtjes heb ik dan nog niet meer nodig. Dus die kunnen aan de kant. Ik zal de oranje weer eventjes goed afsluiten. Want daar zat het dekseltje van los. Een plasticje eroverheen. Twee keer eventjes een stiekje. En dan blijft hij ook goed zitten. En dan droogt hij ook niet uit. Dus mocht je een keer hebben dat hij afbreekt. Ik heb er een paar tussen zitten waarbij dit gebeurd is. Dan kan je op die manier oplossen. En ik moet zeggen, dat werkt prima. Oké, nou ik wilde dat witte nog doen. Ik weet niet of dat te ver uit beeld is. Nee, dat kan wel hè. En dan ga ik het weer eigenlijk hetzelfde principe doen. Ik wil dan wat afgezwakt hebben, de zijkant, of ik kan het ook gewoon met mijn vinger doen. Kan ook nog, dat je zegt van nou weet je, ik wil dat toch iets meer afgezwakt hebben. Zo kan je ook zo doen, hè, gewoon vegend. Oh, er zat een dotje aan. Een dotje van het dekseltje, denk ik. Kun je gewoon heel even wat afzwakken. En dan kun je daarna misschien, als je het weer te wit vindt, dan ga je toch weer met die andere kleur eroverheen. Hè? Dat kan ook gewoon goed. Kun je afzwakken. En deze kant ook. Totdat je tevreden bent, totdat je het mooi vindt. Gewoon lekker bezig zijn. De kleur wat afzwakken. Kijk op deze manier. Maar hij doet dadelijk ook nog wat bewerken met de stempel. Die kant hoeft niet, want er staat niks. Spendels van een spinnenweb. Even zo afpoetsen. Nou, en dan kunnen we het nog een keer met de roller eroverheen. Ik weet niet of ze hier wat zit. Ja. Dan kun je afzakken als je het wil. Dat hoeft helemaal niet. Hè? Dat is dan wat ik dan nou doe. Maar dat hoeft helemaal niet. Oh.
Nou, weer eventjes de droog schoonmaken. Goed, nou, rond voor degene die nog lekker gezellig mee komen kijken. Dat kan best. Ah ja, kijk de spinnen. Ja, deze van Craft Emotions. Dat is de nummer 18 5070 en dan 1282. De Mastenser Halloween is het. Van Craft Emotions. Maar ik zag nog dat die erin gezet werd, hè? Even kijken hoor. Ja. Goed zo. Nou, dat. Even kijken, het volgende. Ja, ik vind hem wel een zoekhut, hoor. Kijk, deze die was volgens mij al een beetje minder, dat het minder gepakt heeft. Kijk, en deze dan, hè. Dus zo kan je het ook doen. Nou, ik ga het nou met mijn stempel pakken. Ah, ik ben mijn stempeltjes vergeten. Ik moet heel eventjes mijn inkt pakken, die ben ik vergeten. En mijn doosje. Zo. Mijn doosjes er even bij gepakt. Dan eventjes weg. Hey Danusha, goedenavond. Leuk dat je er ook bij bent. Sepia kleur pak ik van Azeval Inkt. Die neem ik nu. En ik neem de stempel van Studio Light. Dat is een oudere. Maar ja, van Junius Mindfold Art. Maar ja, ik vind hem zo leuk. Hij is niet meer te krijgen. Maar ik vind hem toch nog heel leuk om te gebruiken. Die ga ik gebruiken. Ik vind hem te wit. Ik ga toch eerst eventjes een beetje. Beetje. Ik vind hem te wit. Ik kan er niks aan doen. Als je niet tevreden bent, moet je het anders doen, toch? Dan gaan we toch maar heel eventjes dit eroverheen. Maar dan is in ieder geval wel afgezwakt wat ik wilde. Maar dan vind ik hem weer wat te wit. En hij is ver op. Ja. Dus doen we het eventjes zo. Een doekje erbij nemen. Anders krijg je van die dikke klodders erop. En aan de zijkant beginnen, hè, zoals ik zei. Nou hoef ik niet zoveel. Want middenop hoef ik nou niet meer te doen, want dat heb ik al gedaan. Oh. Nou, zo wil ik hem hebben. Nou vind ik hem niet meer te wit. En we poetsen het weer erbij. Ik heb zo'n grote keukenrol. Dat is zo'n hele grote rol. Maar er zit er maar één laagje op. Dus het is ideaal. Die is dan niet zo duur. Die hebben ze bij de kruidvat wel eens. Dat is toch wel een ideaal hoor. Even mijn rol een beetje mee schoonmaken. Zo, en nu ga ik de zijkanten stempelen. Want ik wil dat. Ik zou net als deze een beetje doen. En dan zullen we zien dat toch allemaal weer anders wordt hoor. Je kunt nou al zien eigenlijk, want deze is wat witter gebleven. Ja. Dus ga ik deze stempelen. Ik laat gewoon de achterkant er aan zitten. En ik doe het vanuit mijn hand. Met de losse hand ook gewoon de kantjes stempelen. Een beetje daar. En hierboven wat. Zo doe ik dat. En hier. Ik kan eigenlijk helemaal rond stempelen. Zo. Ja, zo had ik hem wel. Nou, dus dat is gebeurd. Ook weer de stempel weer wat afpoetsen.
Dit is dus de Archival Sepia. Had ik hiervoor gebruikt. Oh. Hé, hey, er was heel eventjes eruit bij mij. Ja, gezellig. Nou, daar ben je het vast niet verlichter dan nu. Zijn daar nog niks van. Dat denk ik niet. Daarna ga ik spetteren. Ik heb hiervoor de Posca marker genomen. De Posca. En ik wil er mee, die had ik hier liggen. Ga ik ermee eventjes op tikken. En dan doe ik toch even een keukenrol onder. Even goed schudden met Posca en dan ga ik me spetteren. Dan tik je gewoon zeg maar op je pen. Zodat je leuke zwarte spetters krijgt. Zo is wel genoeg. En dan eventjes goed laten drogen. Nou, en dan wil ik de plaatjes plaatjes erop gaan verwerken. En ik heb een spinnenwebje daartussen gestopt. En die heb ik van Crealise. Ik had hem hier in de buurt, ja. Van Crealise heb ik die. Uit zwart plat, smooth papier genomen. En dat spinnetje erbij, een spinnenwebje. Dat is de extra, nummer 33. De extra van Crealise dan is dit. Is wel grappig, hè? Dat spinnenwebbetje en die spin. En die heb ik dan ook weer een kleurtje gegeven. De Dora Hybrid Metallic van Cadence heb ik die gegeven. Klinkt een beetje hoog, ik weet niet wat. Nee, dat weet ik ook niet. Wat dan vandaan komt, dat weet ik niet. Dan heb ik al zoveel proberen aan te doen, maar dat hoort bij mij. Ik denk waarschijnlijk door mijn stemgeluid. Nou, die ga ik een beetje. Noem je dat? Een kleurtje geven, zodat het wat glimmend gaat worden. En de spinning doe ik dat ook. Zodat ze alle twee maar gaan glimmen. Ik weet niet of dat te zien is. Dat glimmende. Is nou ook al vast gedaan, dan kan dat ook wat drogen. En dat is de hybride metalliek en dat is de champagne kleur is dit. Een mooie kleur vind ik dat. En die kan ook wat drogen. Oh, met keukenrol, dat is veel makkelijker. Dus die stap heb ik al gedaan en dan ga ik mijn doosje erbij pakken met allemaal knipwerkjes. Ik kan wel eventjes die laten zien. Dat is deze set hè, van Craft the Clock. Zal ik even laten zien wat er allemaal in zit. Ik heb nou de helft ervan geknipt, want alles zit er twee keer in. Die heb ik nou helemaal geknipt. Nou ja, bijna geknipt. Ik moet alleen deze stukjes nog doen. Als ik deze allemaal nog geknipt heb, dan heb ik echt de helft geknipt. Nou, deze zit er dan in en aan de achterkant zitten deze leuke plaatjes. En dit knipvelletje, ik doe het niet precies langs die witte rand, want die is vrij breed. Dus ik doe iets smaller, iets meer langs het blaadje knippen. Hier zit erbij en deze plaatjes zitten erbij. Die is ook heel erg leuk. En de pompoenen met de paddenstoelen en eikeltjes zitten erbij. En de vogeltjes met vlindertjes, appeltjes, boomstukjes. En de bloemetjes. Die zitten erbij.
En blaadjes zitten erbij. Nou, en daar zit dus allemaal twee keer in zo'n set. Het is hartstikke leuk om voor de herfst te gebruiken. Nou, ik zal ook even mijn bingo-kaart erbij pakken trouwens, want dat heb ik al. Kijk, ik heb al de spin en de spinnenweb heb ik al. En de tekst, die heb ik hier dus ook op verwerkt, de tekst. En daar heb ik het tekst zitten. En bruin zou ook nog kunnen. En de spinnenweb en verf. Nou, ik heb met verf gewerkt. Hier zit zelfs de jute nog op. Geen spookje, maar dan kan ik weer deze rij nemen. Je hoeft maar één rij te doen, hoor. Maar in dit geval heb ik gewoon meerdere rijen. Dus je mag ook schuin gaan. Dus dan heb ik jute en de spinnenweb heb ik. En de bloemen, die heb ik dan. Nou, en dan kan je met de plaatjes gaan schikken. Ja, die zijn echt heel leuk. Ja, nou, dan kan je dus zoeken waar je leuk vindt. Je kan dus ook, omdat ik het al geknipt heb, maar je kan dus ook kijken van, zo kan je ook kijken van, oh ja, die zoek ik, die wil ik gaan gebruiken. Dus dan kan je in je bakje gaan zoeken van, oh, heb ik die nog? Ja, ik weet al ongeveer wat ik al gebruikt heb, dus dan kan je zeg maar, ja, zo ook zoeken. Of gewoon lekker snuffelen of je bakje overhoop gooien, het is maar net hoe je graag werkt. Nou, bloemetjes wil ik erop gaan verwerken. Nou, dat doe je gewoon allemaal een beetje schikken en dan doe ik het opplakken met de tape, met de 3D tape. Ik heb dan de 0,5 heb ik, millimeter heb ik genomen, zodat het niet zo heel dik gaat worden, maar wel ja, laagjes krijgt. Nou, en dan ga je zeg maar schikken hè, van wat vind jij leuk, wat past leuk bij elkaar. Ik zal het nou eventjes gewoon neerleggen. Dit is wel een groot vogeltje, denk ik. Ja. En zo ga je een beetje te werk, hè. En dan nog een vlinder erbij. En de paddenstoel eventjes wel zoeken, hoor. Wat ik wil. Wat ik leuk vind. Deze paddenstoel. Kant erbij. Dit is misschien toch wel een leuke vlinder. Oh, dat is dezelfde. Zal ik dan een andere kleur nemen? Misschien toch wel leuk. Oh ja, deze. Die is ook leuk erbij, hè? En ja, dan ga je dat zo opbouwen. En als je dat zo gerangschikt hebt. Ja, ik zelf persoonlijk vind het dan pas fijner om het helemaal vast te gaan plakken. Ik ga het eerst altijd gewoon helemaal neerleggen. En dan doe ik het pas vast plakken. En dan nog wat, dan heb ik op een gegeven moment nog zoiets van, oh ja, die kant er nog bij en die is nog leuker bij. En dan ga ik dat zo doen. En in het begin, dat is wel handig, vind ik, met die foam tape. Als je hem toch al vastgeplakt met foam tape, kan je hem heel makkelijk losmaken. Dat gaat gewoon heel goed. Alleen als je de volgende dag nog probeert los te maken, nee, dan zit hij heel goed vast. Ik weet niet wat dat is met die tape. Nou, dus, ja, dat werkt gewoon heel goed, vind ik. Hij plakt heel goed, maar je kan het dezelfde dag nog wel, ja, als je bezig bent, dus nog wel iets aan veranderen. Want dan zit ik helemaal niet meer te kijken of jullie nog wat te vragen hebben. Ja. Dan doe ik mijn reacties sprongelijk wegvegen. En dat is niet de bedoeling. En zo kun je eigenlijk zo erbij gaan rangschikken. Hè? Nou, zal ik een beginnetje maken met plakken? Ik ga eerst die bloemetjes plakken. En deze wil ik wel ongeveer gaan gebruiken. Ik denk dat mijn tape heel ver op is. Ja, ik moet heel even andere pakken, zie ik al wel. Nieuwe pakken. Dan zit het plakbandje nog aan. Heel eventjes eraf proberen te plukken. Ja. Nou, de paddenstoel. Die heb ik ook bedacht. Maar ik ga eerst hier maar doen. Nou, die kun je dus ook nog, als je die witte randjes trouwens niet leuk vindt, kun je hem ook nog wat bruin maken. Dat ga ik trouwens ook nog eventjes doen.
kan je de randjes wat bruin maken, zodat je dat witte niet meer zo ziet. Even een slokje water. Ja. Deze nog. Ja, en dan kan je ook nog met een bolpen. Kun je het wat opbollen. Ik doe dat gewoon vanuit de hand. Kun je wat opbollen, zeg maar. Deze kant opbollen. Oh, dit is een pompoen. Die moet ik niet opbollen. Dat is een foutje. De bloem wilde ik opbollen. De handjes allemaal eventjes doen. Kunnen eerst ook al gelijk allemaal doen natuurlijk. Hier had ik hem. Ja, en zo kun je een geheel van maken. En dan matten op gekleurd papier. En dan op zwart papier. Deze erbij. Even eraf pulken. Ja. En zo kun je een leuk tafereeltje maken. Op die manier doe ik dat. En dan dit ook. En dan kan je deze. Want ik maak hem niet helemaal af hoor. En dan kun je deze zeg maar scheuren. Of knippen. Dan kun je die er weer achter gaan verstoppen. Zo was de opzet. Om dat op die manier te gaan doen. Ik zal nog een paar opplakken. De randjes niet vergeten als je dat wil. Deze die doe ik ook en eventjes wat met tape erop plakken. En zo kun je dat op gaan bouwen. Iedere keer maar het ook. Oh, ik vergeet het. Zie je, ik doe eigenlijk altijd eerst al die randjes in plaats van. Laat ik dat nou maar doen. Anders ga ik dadelijk weer de mist in. Eerst al die randjes. Eventjes een bruin kleurtje geven met de vintage fotokleur van Distress Inkt. Dat het bitter allemaal een beetje weg is. En die blaadjes, daar wil ik ook nog. Dan kun je of met de hand doen, dan kun je wel vouwen, zeg maar. Maar je kunt ook een vouwbeentje gebruiken ervoor. Op die manier. Die kun je daar weer achter stoppen straks. Deze. Zo ga ik dat doen. Misschien nog een appeltje erbij. Misschien toch wel leuk. Een klein appeltje. Of een ander soort dingetjes. Ja, zo bouw je het eigenlijk als het ware op. Hier heb ik nog een heel leuk blaadje. Deze die kan ik eventjes met een beetje lijm plakken. Even. Die ben ik ook al vergeten. Het is wat. Even wat lopen nog. De doobedoe lijn erbij. Een hele fijne, dit is een heel fijne touwtje heeft hij. Dus dan kan je die dunne lijntjes, die kun je daar heel goed mee lijmen dan. Dus dat is wel ideaal. Dan plakken we dit eronder. En daar komt ook nog iets. Oh, hij blijft haken. En dan zit het al een beetje vast.
het zo. En dan gaan we, ja, zo kun je het eigenlijk allemaal bij elkaar gaan zoeken. Die besjes, hè? Die besjes nog erbij doen, hè? Ja, dat vond ik ook al. Die besjes die erbij zitten, die zijn wel heel leuk erbij. Deze. Deze, hè? Ja, vind ik ook leuk. Daar zo eens bij steken, dat is ook wel leuk, hè? Ja, vind ik wel. En zo bouw ik het op. En ja, weet je, ik denk dat ik er wel mee ga stoppen nu. Want ja, het is eigenlijk het enige wat ik nog laat zien, is het opbouwen hiervan. Van dit tafereeltje. En ja, dat is ja, iets waar iedereen ja, naar eigen smaak kan doen eigenlijk, hè? Toch? Vind ik. Nou, die vlinder die wil ik dan hier nog plakken en die mat ik dan af. Nou, dat spinnetje, dat komt dan ook nog hier. En hier heb ik ook nog jute, dat kan ik ook wel eventjes laten zien. Daar heb ik gewoon kleine stukjes geknipt en die plak ik daar weer erachter. Die stop ik er ook net als dat spinnenwebje, plak ik die erachter. En de tekst, ja, daar kun je zelf kijken van wat je hebt, hè, wat je zelf in huis hebt van leuke teksten. Nou, als het klaar is, laat ik het in de groep zien hoe het is geworden. Maar het zal ja, een ander tafereeltje zijn dan dit. Maar ik ga het zo in ieder geval ongeveer proberen. Nou, ik zou zeggen een heel fijn weekend. En heel erg bedankt voor het meekijken van mijn live uitzending. En ik zal het als het klaar is, morgen denk ik, of overmorgen, zal ik het in de groep plaatsen hoe het geworden is. Ja, dankjewel en een heel fijn weekend. Doeg!